Wij kiezen de kant van de bevolking. En dat klinkt misschien wat pathetisch, maar dat is wel. Uh, dat is de kern van de zaak. Mm -hmm. Dus als er een, een, een horde van een paar honderd Hamas-strijders of Hamas-terroristen, hoe je het wil zien, uh, de grens overloopt en uh, aan het moorden en. Uh, nou ja, weet ik wat slaat, En Hoe zie jij het? Zijn het terroristen of strijders? Ja, dat is, dat is een woordspelletje. In ieder geval dat. Wijs ik natuurlijk uh, ten strengste afsterken, dat als walgelijk. En dat moet gewoon die leiding moet opgepakt worden en zwaar berecht. Dat is verder geen, geen kwestie. Uh... Maar het wordt heel snel als een soort voetbalwedstrijd verslagen, hè. Van uh, ben je voor of ben je tegen? Um, en dan gaat vervolgens de andere kant, uh, die begint met het uh, systematisch bombarderen en het per saldo misschien nog een veel groter aantal slachtoffers maken. Uh, wat moet je dan zeggen? Ja, uh, dus wij vonden ons uh, tot onze eigen verbazing in het kamp van de Partij van de Arbeid. Uh, van uh, Katy Piri, die zei van ja, dit is natuurlijk schandalig en grof en weet ik wat, maar dat is ook weer niet uh, een, een, een wat laat ik zeggen, een rechtvaardiging voor het grootschalig uh, bombarderen en weet ik wat van Gaza. En nou, ik denk, hé, hey, dat is ook leuk om te keer met uh, Katy ja, maar Piri Dan kom je is. toch weer in het oude kamp terug, uh, Ja, precies, uh, dat dacht ik ook. Okay, ja.